Hey, hoe is het? Ja, prima. Met jou? Emma reageert niet. Nee, ik denk dat we haar vandaag even met rust moeten laten. Emma kinderen wil ze alleen zijn. Doe eens niet zo klef, joh. Emma, laat zien, laat zien. Ja, mooi. Nou ben je geen beugelbekje meer. Dank je. Ziet er goed uit, hoor. Thanks. Oh, wil je ook? Nee, dank je. Oh. Ik moet even naar het toilet. Ik ga mee. Weet jij mijn tas? Ja. Okay. Emma houdt wel in de gaten. Ja, dat weet ik wel. Maar? Hoe hebben we... Hoe heb ik dit nou niet zien aankomen? Het is niet jouw schuld, hè. Ze is gewoon ziek en ze heeft nu hulp. We hadden allemaal in de gaten. Je weet dat je niet altijd met me mee moet gaan. Dat weet ik. Hey, nu je geen beugel meer hebt. Kun je gaan denken over zoenen? Ja, dat is wie dan? Weet ik niet. Wie vind je leuk? Niemand. Brian? Nee. Levi? Sam? Dylan? Jo, doe normaal. Ja, nou, dat zijn eigenlijk alle vrijgezellen die ik ken, dus verder weet ik dat niet. Weet je wie mijn moeder een leuke jongen vindt? Wie? Thomas. Thomas? Ja. Ze vindt dat zo'n vrolijke en gezellige jongen als hij in het café is. Nou, dat moet je niet doen, hoor. Hij mag dan wel verboden zijn, maar dat is echt zo. Hij heeft letterlijk seks gehad met je nicht. Ja, oké, maar iedereen heeft seks gehad met Ashley, dus... Nee. Ik zeg er ook niks mee. Ik zeg alleen dat mijn moeder het een leuke jongen vindt. Ik heb hier zo geen zin in. Hoi Dylan. Rebecca, hi. Mag ik een pen lenen? Een pen? Ja. Ja, tuurlijk. Even zoeken, hoor. Oh, ik heb geen pen. Ik heb wel een potlood. Dat is helemaal goed, hoor. Ja? Dankjewel. Graag gedaan. Smooth, hoor. Hou je mond, man. Laat het zien. Nee. Nou, doe het zo flauw. Laat het gewoon zien. Laat jij eerst maar zien. Wat? Nee, het is gewoon heel slecht. Nou, dat jij het beter kan. Kijk maar. Nou, die lijkt helemaal niet. Ik heb niet zo'n grote neus. Ik heb al helemaal geen sproetjes. Nee, oké, de neus is misschien niet helemaal gelukt, maar de sproetjes heb jij wel. Niet. Jawel, en ze zitten daar. Lucas, Emma. Hou eens op, joh. Jullie zijn toch geen stelletje kleuters meer? Jongens, ik ben zo terug. Gewoon even door. Emma, wil je even met mij meekomen? Ja, moet ik mijn tas meenemen? Oeh, iemand zit in de problemen. Nou, het zal
wel een beetje van. Heeft ze al wat tegen jullie gezegd? Nee, ze zwijgt sinds het heeft gehoord. Ik had ze vanochtend geholpen met klaarmaken. Niks. Geen emotie. Ja. We moeten toch nadenken of we wel willen dat onze kinderen hiermee geassocieerd gaan worden. Hoe bedoel je? Ze heeft zich gewoon zelf bezopen de berm ingereden. Gecondoleerd. Ik durfde er ook niet over te praten toen. Toen Jultje overleed. Zelfs niet met mijn ouders. Die hadden elkaar tenminste nog. Maar niemand begreep me toen. Hé, hey, als je wilt dat ik wegga, dan... Geen probleem, hoor. Nee, het is oké. Wil je nog een biertje? Ja, lekker. Yeah. Ik weet niet zo goed wat we nog kunnen doen. Voor de zijn. Meer kan je niet doen. Isabella? Je moeder probeert je al een uur te bereiken. Nou, heb ze mij zelfs. Ze wil je thuis hebben. Nu al. Ja. Wij gaan ook. Ik pak de jas, ja? Ik blijf hier, hoor. Ga maar. Ik wacht op Emma. Weet je zeker? Ja. Komt goed. Ik zei toch dat ik ging winnen? Ja, pak er maar genoeg, dame. Pak er maar genoeg. Ja, komt helemaal goed. Ik ga sowieso winnen. Nou, daar heb je nog nooit met mij gespeeld. Ik ben namelijk van iedereen. Dylan, Lucas, Isabella, mijn ouders. Zo grappig. Mijn moeder kan zo slecht tegen de verlies. En ik win altijd. Dus. Als je erover wil praten. Over hoe goed ik ben in pesten? Nee, over je moeder. Nou, wat moet ik zeggen dan? Voel niks. Ik hoef hem niet te huilen, dus. Het is oké. Nee, het is niet oké. Ik kan helemaal niet zonder mijn moeder. Kom. Komt goed. Kom, Sonne. Breng je naar huis. Oké?
Ik wil even met je praten. Dat van Ashley was een misverstand. Ze was dronken en had mij verkeerd begrepen. Thomas, dat kan me oprecht niks schelen. Eerlijk gezegd ben ik blij. Blij? Als Ashley er niet was geweest, ja, dan hadden wij misschien weer iets gedaan waar we achteraf spijt van hadden gekregen. Dus dat is hoe je erover denkt? Het was toch maar eenmalig. Kan ik nu weer verder gaan? Ik wil graag nog een beetje genieten van mijn pauze. Hey. Hey. Ik dacht, ik neem ons vast de recept maar mee. Altijd goed. Ik had niet gedacht dat je me nog zou appen. Ik ook niet. Dus? Die is mijn moeder. Jij bent de enige. Die weet hoe ik me voel. Hoe is het met je vader? Die ligt in coma op de bank. Verrassend. Wat? Niks. Oké. Dus jij en Lucas? Het is nog niet officieel. Ben je boos? Boos? Nee, meer verbaasd. Is bij jou in de liefde? Ik denk dat ik beter single kan blijven. Plus dat ik nooit een goede vriendin zou krijgen als ik eerst had. Dat is zeker waar. Hoe is het eigenlijk met Emma? Geen idee. Ze is wel online geweest. Dat is positief. Wat denk jij dat ik het beste kan doen? Kan ik een cadeautje voor haar kopen? Niet iets heel groots of zo, maar gewoon iets van chocola? Ik ben hier nooit zo goed in. Ik wil je wel helpen. Hey. Hey. Nee. Nee, dat is niet waar. Echt wel? Nee, ik heb dat niet gezegd. Mijn moeder heeft het zelfs gehoord. Zo heel spannend. Ja. Oh, nee. Het spijt me wat er is gebeurd. Dat een Ashley had nooit mogen gebeuren. Je hebt me echt heel veel pijn gedaan. Maar ik vergeef je, want iedereen maakt fouten. Ik ben niet altijd leuk voor jou geweest. Dat weet ik nu ook wel. We hebben veel gelachen. Ook zoveel gehuild. En dat kan gewoon niet fijn geweest zijn. Nee, maar je bent wel het enige meisje bij wie ik durf te huilen. Wat een pick-up line. Nee, maar ik meen het wel. Ik ben blij dat je appte. Ik mis deze gesprekken. Als vrienden. Ja, als vriend. Nee, dus dat echt heel leuk gaat vinden. Dat weet ik wel zeker. Ik heb het tenslotte uitgekozen. Ik ga hier naar links. Sterkte en doe er de groetjes van mij. Thanks, komt goed. Oké. Het wordt een beetje laat. Zal ik je thuis brengen? Hey, Lucas. Hoi. Hey, wat doe jij hier? Ik was onderweg naar jou. Ik hoorde dat je op bed lag, maar dat zal ik wel verkeerd begrepen hebben. Of in ieder geval niet op deze manier. Wat? Weet je, ik heb nog heel veel te doen, dus ik ga. Sterkte nog. Wacht maar, ga maar naar huis. Ik ga even met hem praten, ja? Hey, waar ben je nou mee bezig, man? Waar ben jij mee bezig? Emma is mijn vriendin. En ik heb alleen maar gepraat als vrienden. Alsof ik dat ga geloven. Waarom is ze mij dan niet gebeld? Dat moet je aan haar vragen, maar misschien heeft het te maken met het feit dat je er ook in de steek hebt gelaten met Isabella vorig jaar. Dat heb ik niet. Dat heb je wel en dat weet je donders goed, ja? We hebben alleen gepraat. Ze heeft even gelachen. Maar jij, je hebt haar kut toch nog kutter gemaakt, weet je? Of je loopt weer weg omdat het te moeilijk wordt, of je gaat naar de toe een beetje excuses aan. Ik sta voor dat je het tweede doet. Hoi. Sorry dat ik wat later ben. Ik was even winkelen met een vriend. Heb jij dit gelezen? Ik heb geen idee waar het over heeft. Oh nee? Dus jij bent niet op zoek naar je vader? Het is nog maar een half jaar geleden, ja? We waren haar bijna kwijt. Denk je dat ik dat niet weet? Weet je waarom ik mijn vader wil vinden? Heeft u enig idee?
We gaan het hier niet meer over hebben. Ik weet zeker dat hij hier woont en ik ga hem vinden ook. Jij weet helemaal niks. En mijn moeder, die heeft hier het hele dorp al gehad. Zo praat je niet over je moeder. Kijk eens. Zo. Wow. Ja. Oké, okay, ja, 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 ja. Ja, ja, yes. Kijk eens. Top, even kijken. Wat kan ik nog meer? Dylan, kun jij de deur open doen? Oh, ja, ja. Mag ik alsjeblieft hier slapen? Ja, natuurlijk.